Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. We hebben een winterse nacht achter de rug, met name in Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Want daar is sneeuw gevallen, op een enkele plek zelfs 5 centimeter. Maar je ziet de temperatuur al, het wordt vanochtend al zo'n 2 tot 5 graden, dus die sneeuw die gaat overal verdwijnen. En verder valt er regen en natte sneeuw in het westen en zuidwesten van het land. Ook vanmiddag gebeurt dat nog, in de rest van het land blijft het grotendeels droog en daarbij temperaturen van zo'n 3 tot 6 graden. De zon zien we amper doorbreken, heel misschien in het zuidwesten of noordoosten. Vanavond ook nog een enkele winterse bui, maar op de meeste plaatsen droog. De temperaturen komen dan alweer dicht bij het vriespunt en in de nachtelijke uren gaat het vriezen, moeten we rekening houden met gladheid. Morgen overdag is de atmosfeer kouder. Dat betekent dat er vanuit het noorden buien komen die steeds vaker sneeuw bevatten. Vooral in het noorden en oosten kan het plaatsen weer een paar centimeter opleveren. Elders valt vooral natte sneeuw. Zondag en maandag zijn twee echte winterdagen. Snachts 0 tot min 5 graden overdag rond of iets onder het vriespunt. Dinsdag lijkt het kwik heel misschien iets omhoog te gaan, maar dat is absoluut nog niet zeker. Ik ben Michiel Severin van weerplaats.nl.